Bladerdeeggebak met rood fruit. De ingrediënten kun je zelf even lezen en anders zie je ze hier nog. Ook kristalsuiker heb je nodig, die was ik even vergeten. Het bladerdeeg leg ik op een vetvrij papiertje, dan kan dat met het schaaltje niet vast gaan bakken strak. Het plakje leg ik met de suiker naar boven en zo krijg ik een heel lekker krokant dakje op mijn gebakjes. Dat ik het in een bakje leg is een keuze. Het kan ook op de bakplaat natuurlijk, maar je zult zo zien dat het bladerdeeg een wat gezelligere vorm krijgt. Het ziet er wat speelser uit als het gebakken is. De gaatjes prikken doe ik omdat het ooit eens verteld is dat het goed is. Maar ja, ik kan niet meer vertellen waarom. Helaas. 20 minuutjes in de oven op 225 graden. Let tegen het einde van de baktijd wel even goed op hoe het eruit ziet. Het is snel te veel. De crème fraîche kun je mengen met custardpoeder. Afhankelijk van waar je zin in hebt en wat voor gezelschap je het gebakje wilt voorzetten, kun je er eventueel ook een beetje rumessence in doen. Gewone rum heb ik nog niet geprobeerd, dat lijkt me vrij sterk. Maar de essence, dat is best wel een aanbeveler. Voor kinderen zou je er een beetje vanille-essence in kunnen doen. Het opensnijden van de bakjes, dat is een verhaal op zich. Het bladerdeeg is natuurlijk heel krokant en je drukt het vrij snel kapot. Laat daarom vooral het mes het werk doen en oefen niet te veel druk uit. Ik heb als rood fruit deze keer aardbeien en bramen gebruikt. Lekker vers, zoet fruit. Het crème fraîche met de custard gaat erop. Ja, en eigenlijk is het gebakje dan al klaar. Je ziet, voor het werk hoef je het niet te laten. Het is eigenlijk zo allemaal gebeurd. Nou, nog een beetje versieren. Het oog wil ook wat. En ik kan jullie verzekeren, het is sneller op dan dat het gebakt is.